Hoi, ik ga vandaag voor jullie een filmpje opnemen over een make-up look met budget drogisterijproducten, dus goedkope drogisterijproducten. En die look is niet zomaar een look, maar een look die je kunt dragen naar je eerste date. Dus misschien wel je eerste date ooit, of misschien wel de eerste date met een jongen die je net hebt leren kennen. En jij hebt hem uitgevraagd, of hij heeft jou uitgevraagd, en jullie gaan op date. En nou, daar heb ik een make-up look voor gemaakt die vrij subtiel is, maar waarbij je ogen net wat meer opvallen. Die een mooie glinstering erin hebben zitten. Dat als hij in je ogen kijkt, dat gelijk opvalt. Natuurlijk met mooie roze blozende wangetjes en kissable lips, ook heel belangrijk. Aan het einde floot ik nog een superleuke prijs. Dus kijk mee naar de tutorial en kijk mee tot het einde, want wie weet win jij wel een superleuk boek. En over liefde en over leed. Dus keep on watching en ik hoop dat je het leuk vindt. Wat we als eerst gaan doen is natuurlijk een basis leggen. We gaan niet een dikke poederlaag maken, natuurlijk. Dat is niet mooi. We gaan gewoon zorgen dat je huid zo mooi en gaal mogelijk is. Met behulp van concealer en foundation. Ik begin altijd met een foundation. Ik krijg wel eens vragen over waarmee moet je beginnen. Met een foundation of met een concealer. Ik begin het liefst met de foundation. Omdat wanneer ik als eerst concealer opsmeer en daarna foundation, heb ik het een beetje te duidelijk het wegsmeer. En dat is natuurlijk niet zo prettig. Dus vandaar dat ik eerst een foundation aanbreng. Ik gebruik de Essence Clear & Matte Foundation. En dit vind ik echt een prima foundation. Ik heb een heleboel foundations, een stuk of 5, 6. Maar deze gebruik ik nog steeds. Omdat hij mooi gaal dekt. En hij brengt makkelijk aan. En wat ik ook heel belangrijk vind. Clear & Matte, dat is echt zo. Want je T-zone, wordt niet zo vettig hiermee. En dat is natuurlijk alleen maar prettig. Dus ik heb daar een doppertje van op mijn vinger. Liever iets te weinig als te veel, want je kan altijd nog meer aanbrengen. En dat doe ik dan in stipjes op mijn gezicht. Wanneer je een dikkere foundation gebruikt, zijn stipjes soms niet zo handig, omdat die dat dan heel moeilijk uitsmeert. En dan kan je beter gewoon een beetje aanbrengen vanaf je neus en dan naar buiten werken. Maar persoonlijk, zo verdeel je een beetje de gebieden. En dan ga je het uitsmeren naar buiten toe. Zo, dat gedaan. Vervolgens pak ik het Catrice Allround Concealer Palette. En deze heb ik al heel vaak voorbij laten komen, omdat het gewoon echt een fijn paletje is. Hij haalt zeg maar vooral die kleurtjes, vind ik fijn. Die zijn ook bijna op bij mij. Deze twee kleurtjes. Omdat het roze is prima voor je wallen en het groene is prima voor rode vlekjes. En dus pak ik eerst het roze en breng ik die hier om mijn wallen aan. Vervolgens pak ik een beetje het groene. En als je dan nog, weet ik veel, een paar rode plekjes had, kun je die daarmee laten verdwijnen. Vervolgens pak ik nog een. Misschien ben je nu al klaar. Maar ja, vooral als je in de puberteit zit of zelfs daarna, want ik ben 18 en ik heb er ook nog steeds last van. Heb je wat extra rode plekjes. En dat is natuurlijk heel vervelend. En daarom pak ik nog een andere concealer. En dit is de Gosh Touch-Up Concealer. En deze is eigenlijk alleen bedoeld voor onder je ogen. Dus ook prettig voor als je extra wallen hebt. Maar ik gebruik hem ook voor puistjes en dergelijke. En daar breng ik dan nog een beetje van aan. Op de extra onzuivere plekken. En dan heb ik hier nog een paar puistjes. Want je wil natuurlijk niet dat als je op date bent, dat je dan je zorgen maakt over of die ene pukkel wel ziet. Waarschijnlijk valt het hem niet eens op hoor. Is ook verder niet erg, weet je, dat je om dat soort dingen niet zorgen hoeft te maken. En dat je gewoon prima bent zoals je bent. En nou, we hebben dus nu een basis gelegd. Je huid is mooi en gaal voor zover het mogelijk is. En vervolgens natuurlijk een beetje blush aanbrengen. Nou, deze blush van Hema is een hele mooie. Deze kost ongeveer 3 à 4 euro. Maar ik ga die van MNY gebruiken in 201. Omdat deze blush net wat meer kleur bevat. En dat je dus net wat roze wangetjes hebt. En ik breng deze aan met een kwast die vast in het assortiment van Essence zit.
Ik heb wel eens opmerkingen over gekregen dat het een limited edition is, maar dat is niet zo. Deze zit vast in het assortiment en het is echt een super fijn zacht blush kwastje. Dus als je deze ziet liggen, neem hem mee, want hij is echt heel fijn. En die tip ik dan voorzichtig in de blush. En die breng je aan, lachen en dan het appeltje van je wangen en daarboven. En dan moet je zelf even kijken hoe heftig je het wil. Maar je wil natuurlijk niet als een clownje aankomen, dus beter iets te... Natuurlijk dan was het te heftig. En de blush is aangebracht. Nou, nu heb je dat klaar. Dan gaan we beginnen met de ogen. En de ogen ga ik ook vrij naturel houden met wel een mooie oogschaduw natuurlijk. En ik breng eerst een oogschaduwbasis aan van de Ethos. En de verpakking is al helemaal, de kleur is al helemaal af. Want ik heb hem al echt wel heel lang, ik heb hem ook vaak gebruikt. Alleen, nadeel van deze verpakking, van deze concealer, van deze oogschaduwbasis is de verpakking. Want er zit zeg maar een heel klein ingangetje. En na een paar maanden, na 2 maanden of zo, krijg je er gewoon geen concealer meer uit. En het is super hard plastic, dus je kan hem niet opensnijden. Dat heb ik geprobeerd, gaat niet. Dus vind ik een nadeel. Maar verder vind ik hem heel fijn. Bijvoorbeeld Hema heeft ook een oogschaduwbasis. Ik vind hem beter als... dan die van Hema. Nou, en dan breng je een beetje concealer aan. Van beneden naar boven. En wat we gaan doen, we gaan geen heftige oogschaduwlook maken, maar we willen natuurlijk wel dat je in je ogen kijkt. Dat je ogen opvallen, dus dat het net wat moois is. Dus ik ga een paar shimmery oogschaduws gebruiken. Een paar glinsterende oogschaduws. Begin met deze oogschaduw van M&Y in 409. Hij is helaas kapot. Ik heb hem laten vallen. Maar dit is een hele mooie highlighter kleur. Echt perfect is die. En die ga ik aanbrengen met een oogschaduwkwastje van e.l.f. En dat is Ice Lips Face. Icelipsface.nl verkoopt deze kwasten. En deze kost volgens mij €1. 1 euro ja. Maar betaalt volgens mij wel altijd wel 8 euro verzendkosten. En je moet dus online bestellen. Verder ben ik heel tevreden met deze kwast. Nou, breng je die op je wenkbrauwpot aan. Tegen je wenkbrauw aan. Een beetje naar binnen. Zo. En dan ook je andere oog. Je kan dit ook met alleen mascara doen. Dus dat je gewoon een mooie highlighter hebt. En dan breng je het heel subtiel aan. Met een beetje mascara. En dan valt het ook wel iets extra op. Nou, dan ga ik deze oogschaduw van Essence gebruiken. En dit is een hele mooie gebakken oogschaduw. En het is een Color & Shine in Stage Beauty, nummer 2. Dus een hele mooie bruin met gouden deeltjes erin. En ik heb dit kwastje van de Hema gekocht. En het is een heel leuk fluoriserend roze kwastje. Aan de ene kant zit een oogschaduwkwastje, super zacht. Aan de andere kant een sponsapplicator. Ik ben niet zo fan van sponsapplicators, maar ik ga het nu toch aanbrengen met een sponsapplicator. Zo. En dan heb je een mooi bruin laagje. En dat breng je dan ook een beetje met de oogschaduwkant. Kijk, het oogschaduwkwastje is prima. Maar ik heb deze niet gebruikt voor de oogschaduw. Omdat het super klein is. Echt klein. Maar voor onder je oog en in de binnenste ooghoek. Waar ik zo meteen, waar ik nu nog even wat highlighter ga aanbrengen. Is deze perfect. Dus pak nog een keer die M&Y oogschaduw van net. En dan doe ik een beetje highlighter in de binnenste ooghoek. Zodat het mooi oplicht. En dan pak ik als laatst deze oogschaduw van M&Y in 417. En die breng ik dan in de arcadeboog in aan. En deze oogschaduw is net al donkerder. En een beetje een aardekleur is het. En daarmee ga ik dan een beetje schaduw creëren. En dit doe ik met een blending kwast van de Body Shop. Daarmee kan je blenden, maar je kan ook oogschaduw mee aanbrengen. En die breng ik dan in de arcadeboog aan. Vervolgens haal je een beetje, je brengt hem met deze kant aan en dan haal je een beetje schuin, waardoor je hem ook een beetje vervaagt. Dan kun je nog een beetje blenden zo.
En dan heb je dus een hele mooie bruine ooghoek. En vervolgens pak ik een oogpotloodje van de HEMA. En hij is heel klein, want ik heb hem al heel veel gebruikt. Zorg dat hij goed geslepen is. Het werkt het best. En dan ga ik een mooi lijntje trekken hierboven. Niet eronder, omdat ik het toch te heftig vind. Vind ik toch niet zo mooi. En ik wil het meer natuurlijk houden. En oogpotlood brengt het makkelijkste aan. Veel makkelijker als eyeliner en gelliner. Dus vandaar dat ik het aanbreng. En dat breng je dan boven je wimperrand. En dan heb je een mooi zwart lijntje. En dan valt het toch net iets meer op. En vervolgens brengen we mascara aan. Kan natuurlijk niet ontbreken. Ik krijg heel vaak de vraag wat ik nou een fijne budget mascara vind. Ik vind mascara's van Essence en Catrice bijvoorbeeld helemaal niet, eigenlijk helemaal niet prettig. En de mascara van Gorge Taste is ook heel fijn. En die is volgens mij 8 à 9 euro. Dus dat vind ik zelf ook nog een heel schappelijk bedrag. Maar als je dan toch echt budget wil, dan zou ik voor de Catrice Allround mascara gaan. Dus dit is een Allround concealer palette. En heb je ook een Allround mascara. Maar ik breng nu die van Gorge aan. En dit is de Amazing Length & Build mascara. En ik heb eigenlijk altijd een donkerbruine versie, omdat ik blond ben. En ik dat dan toch mooier vind, is iets minder hard. Dus is tip voor blondines. Maar als je gewoon een zwarte mascara wil gebruiken, kan het ook. In principe valt niet zo heel veel op hoor, als je bruin hebt. En die breng ik mooi aan. Een laagje boven en onder. En de mascara is ook aangebracht. Breng geen dikke spinnenpoten aan. Breng gewoon een mooi subtiel laagje aan. En ga geen gekke dingen doen die je anders ook niet doet. Ik bedoel, hoe ben je op de eerste date gekomen? Waarschijnlijk omdat jij hem gevraagd omdat hij jou gevraagd heeft. En toen zag hij je ook al. Dus het zou ook heel gek zijn als je nu opeens met een totaal ander uiterlijk aankomt. Want hij vond je waarschijnlijk leuk. Zoals hij je eerst zag. En vervolgens natuurlijk de lippen. Kunnen niet ontbreken. Op de eerste date, misschien ga je wel zoenen. En ja, persoonlijk zou ik geen lipgloss gebruiken. Omdat, ja, stel dat je gaat zoenen, dat is toch een beetje plakkerig. En ook al laat die lippen, zien je lippen er toch aantrekkelijker uit met lipgloss. Dat kun je ook al met andere producten doen en dat plakt een stuk minder. En tenzij je het natuurlijk wel wil, kan je het gewoon doen. Of tenzij je juist wilt uitstralen dat je niet wil zoenen, is natuurlijk ook een goede truc. Maar het kan natuurlijk ook die jongen afschrikken dat hij denkt van, lipgloss wil ik dat wel. Straks zit ik helemaal onder, dus dat snap ik ook wel. Dus wat ik ga doen is een Too True Cheek & Lip Tint aanbrengen. En dit is een productje van Too True. Dus te koop bij de Kruidvat. Kost 3 euro geloof ik. En dit is een soort blush en lipgloss in 1. En het geeft een mooie tint aan je lippen. En slaat verder mat, maar het geeft zo'n mooi kleurtje. Zorg ervoor dat je lippen goed gescrubt zijn. Met de tandenborstel kan je lippen nog even scrubben. Want je wil natuurlijk niet te droog zijn dat er velletjes op zitten. Dus maak de tandenborstel een beetje vochtig. Scrubben maar. Zo, lippen gescrubt. En dan breng je de Too True Cheek & Lip Tint aan. En dat is heel apart, want ja, het lijkt een beetje op nagellak. Maar het is een lip tint. En dan breng je dan een paar stipjes aan. Zo. En dat dip je er dan uit. Wrijf je er overheen. En nu heb je lippen een mooie roze tint erbij gekregen. Mijn lippen zijn nog wel een beetje rood door het scrubben. En wat je dan ook kan doen is een lipbalsem erover aanbrengen. Zoals een lipsmacker. En als je weet wat zijn favoriete drankje is, kun je het daarin doen. Dus je hebt bijvoorbeeld lipsmackers in de smaak Sprite, Cola, Fanta. En die kan je dan op je lippen smeren, zodat ze daar heerlijk naar ruiken en naar proeven. Maar wat ik ga aanbrengen is, en lipsmackers kost iets van 2 euro, zijn te koop bij Claire's, Easy Paris, V&D, verschilt een beetje per stad. Maar wat ik ga aanbrengen is de Vaseline Rosy Lips Therapy. En dit is de roze tint Rosy Lips. En dat is een heel fijne budget lipbalsem, kost iets van 2 euro. En deze heeft een lekkere roze kleurtje. En dat geeft een mooi roze tintje eraan, niet te opvallend, maar toch net mooi. En die meng ik aan, zodat je lippen heerlijk zacht en kissable zijn.
En vervolgens maak het af met een lekker geurtje. Kan natuurlijk ook niet ontbreken. Lekker ruiken. Dus zorg wel dat je lekker gedoucht bent, deo op hebt. Maar dan breng ik nog aan Max Ice Touch. En dit is ook een heel fijn budget parfumetje. Die spreng je nog even op. Niet te veel. Je wil hem niet vergassen. Jullie aan. Ga niet naar de bioscoop of zo. Want dan kan je ook helemaal niet met elkaar praten. En ja, een feestje is ook een beetje onhandig. Maar wel beter. Want als je niet weet waarover je moet praten, dan kan je tenminste dansen. Maar Danielle Bakhuis, die heeft daar een boek over geschreven. Een heel leuk boek. Love and Late. Een liefdesgids voor meiden. Ik ben hem zelf nu ook aan het lezen. En dit gaat over verliefdheid, over daten, over seks. Over zijn ouders, jaloersheid. Echt alles wat je moet weten. Ook als het uitgaat, staat erin. Hele leuke tips, handige tips. Heel leuk vormgegeven ook. Echt superleuk. En ja... Echt heel grappig. Ik mag er 5 weggeven. Dus, heb jij een date? Of wil je gewoon meer kennis opdoen over liefde en leed? Dan kun je dit boek winnen. Ik geef er 5 weg. En het enige wat je moet doen is een mailtje sturen naar info@veracamilla.nl. Met als onderwerp love and leed. En dan ga ik volgende week in mijn filmpje bekendmaken wie er gewonnen hebben. Dus je hebt een weekje de tijd. En het enige wat je hoeft te doen is je naam en je adres in te sturen met ons onderwerp Love and Leed naar info@veracamilla.nl. En dan ga ik dan random 5 meiden uitkiezen en die krijgen dan een berichtje van mij. En die maak ik bekend in het filmpje wie er hebben gewonnen. En dan komt dit boek misschien wel naar je toe. Voor zover dit filmpje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En ik wens jullie heel erg veel plezier op je eerste date. Hopelijk komt er ook een tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtde... enzovoorts date. Dus heel veel plezier. Wees niet zenuwachtig. Hij is net zo zenuwachtig als jij. En heel veel plezier. En bedankt voor het kijken. Doeg!